Soms hebben mensen meer aan een praatje dan aan een pilletje. Maar helaas hebben we daar echt niet altijd tijd voor. Aankomende woensdag is het zover. 9 van de 10 ziekenhuizen in Nederland voeren actie. Ze draaien zondagdiensten. Reden? Verpleegkundig personeel wil een betere cao. Het Albert Schweitzer ziekenhuis hier in Dordrecht doet ook mee. En ik ga ondervinden hoe het is om te werken op diverse verpleegafdelingen. Vandaag volg ik Sietske. Ze is van de afdeling geriatrie. En dat betekent dat ze met kwetsbare ouderen werkt. Nou, we gaan naar de afdeling geriatrie. We hebben 24 bedden voor geriatrische patiënten. Dus ongeveer mensen vanaf 70 jaar komen bij ons op de afdeling. En we hebben ook de geriatrische trauma. Dus de mensen die gevallen zijn en hun heup gebroken hebben. En waarom zit u hier? Nou, omdat ik gevallen ben. Ik denk niet dat ik voorlopig naar huis mag. Ik ben zelf een beetje probeer ik verstandig te zijn. Maar ik wil zo graag naar huis. Maar ik ben bang dat ik bang ben. Laat ik zo zeggen. We zien dat ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dus op het moment dat ze in het ziekenhuis komen, is de zorgvraag complexer en kunnen ze vaak niet meer terug naar huis. Waardoor we hier gaan zoeken voor een plekje voor deze mensen. En de wachtlijsten zijn gewoon heel lang, waardoor we heel veel wachters hebben. Patiënten van ons die onder behandeling zijn van de geriater, die liggen op andere afdelingen. Dus eigenlijk liggen onze patiënten overal, omdat wij hier zoveel patiënten hebben die liggen te wachten op een plekje. Ja. De werkdruk hier is hoog. Hoge zorgzwaarte van de patiënten. Patiënten hebben heel veel zorg nodig. Personeelstekort, wat overal speelt, speelt ook bij ons. Waardoor we met minder mensen toch dezelfde zorg moeten geven aan onze patiënten. En wat ik heel graag zou willen zijn eigenlijk meer handen op de afdeling. Zodat we betere zorg kunnen geven aan onze patiënten. En dat het voor onszelf ook leuk blijft om als verpleegkundige dit mooie vak uit te oefenen. Alsjeblieft.